altijd heel ver naar achter staan en het dier redelijk ver naar voren. Moet ik zo meteen nog iets aanzetten? Of staat alles gewoon aan en kan ik het alleen opdoen en ja, omdoen? Ja, deze hoef je alleen maar. Oké, die staat aan. Ja, alleen als je volledig aan normaal op het schaal. Dat is het idee is dat je iets zelf voor laat staan, maar niet te veel te snel en dan naar voren schuiven. Is dat de ene grootste dan? Ja, de ene. Dit is de meeste zoom. Dit is een Je krijgt wel een beetje altijd de Is goed? Good.
Goedemorgen. Even kijken. Staat de microfoon aan? Oh. Goedemorgen, gemeente. Als iedereen zijn plekje gaat zoeken, dan gaan we beginnen. Nee, praat ik te ver weg, Brent? Ja. Goedemorgen allemaal. Als iedereen zijn plekje kan gaan zoeken. Ja, zo gaat het helemaal goed. Nou, ik wil jullie allemaal van harte welkom heten vanochtend bij deze dienst van Evangelische Kerk de Schuilplaats van 29 augustus. Ben ik verstaanbaar ook achterin? Ja? Oh, helemaal goed. Oh, hij mag iets harder. Nee, iets hoger. Oh, iets hoger. Nou, van harte welkom. Alle mensen van de schuilplaats, bezoekers. Ook van harte welkom aan de mensen thuis. Ja, als je nu kijkt of als je straks de dienst terugkijkt, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Ik wilde vandaag, oh, mijn naam is Inge Merbis. Onze spreker van vandaag is Cor-Jan Matsingers. Moeilijke naam, moest ik echt even op oefenen. Is een spreker die met een passie voor jongeren. En we hebben hier ook best wat jongeren vanochtend. Dus nou, ik hoop dat het jullie ook allemaal aan gaat spreken. Ik wil de dienst graag openen met gebed vanochtend. Zoek nog even een plaatje. Goedemorgen. Ja. Bijzonder welkom aan Stefan vandaag. Helemaal uit Zuid-Afrika bij ons. Hartstikke leuk. Ja. Van harte welkom. Ja. Goed, zullen we beginnen met gebed? Ja, Hemelse Vader, dank u wel dat we hier zo met elkaar bij elkaar kunnen komen. Dat we bij elkaar kunnen komen, Heer, omwille van u. We willen u dan ook van harte uitnodigen in ons midden. We willen u uitnodigen, Heer, om te spreken tot ons vandaag. In alles wat er gebeurt. Heer, wilt u spreken door de muziek heen? Wilt u spreken, Heer, door de woorden van Cor-Jan Matsingers heen? Wilt u spreken? Vader, we willen ons zo ook verbinden met de christenen wereldwijd. Ja, dank u wel, Heer, dat we met z'n allen uw gemeente mogen zijn. En we verbinden ons met elkaar. En ik wil ook in het bijzonder bidden, Heer, voor de christenen in de landen waar het moeilijk is op dit moment. Heer, denk in de eerste plaats aan de christenen in Afghanistan, Heer. Ja, Heer, u weet alles en we willen ook echt uw kracht en uw hulp voor de christenen daar vragen. En Heer, voor heel de situatie in het land willen we ook uw bemoeienis vragen, Heer. Menselijk gezien lijken toestanden vaak zo uitzichtloos, maar voor u is niks uitzichtloos, Heer. En we willen ook echt uw bemoeienis vragen. En Vader, zo wil ik ook in het bijzonder bidden voor de mensen in Haiti. Heer, ook daar lijkt menselijk gezien de toestand ja, soms hopeloos. En ja, we willen ook echt vragen, Heer, voor een ommekeer. Wilt u ook de mensen bijstaan, Heer, en alles wat er gebeurd is, Heer. De aardbeving en daarna nog een orkaan. Heer, we willen echt uw hand op hun vragen en uw troost en uw kracht. En Hemelse Vader, we willen ook in het bijzonder bidden voor de mensen van de schuilplaats. De mensen die hier vandaag aanwezig zijn. Maar ook de mensen die hier vandaag niet kunnen zijn, om welke reden dan ook. Door ziekte. Heren, wilt u, ja, dank u wel dat u ieder mens, ieder persoon uit de schuilplaats ook op het oog heeft. En ik wil ook bidden, Heer, dat u zult geven aan een ieder wat nodig is, Heer. Wilt u ons ook allemaal helpen om te groeien in onze relatie met u. Dat we u beter mogen leren kennen en ja, echt elke dag opnieuw, Heer, zullen kiezen om ons leven met u te leven. En Vader, in het bijzonder wil ik ook bidden voor, ja, juist voor de mensen die ziek zijn of die het om een andere reden moeilijk hebben. Heer, wilt u nabij zijn. Wilt u troosten, wilt u moed en kracht geven. En Vader, ik wil ook zo uw zegen vragen over de woorden die Cor-Jan Matsingers gaat spreken. Heer, wilt u, ja, wilt u onze ogen en onze oren en ons hart en ons verstand openen voor wat u ons wilt vertellen. Heer, wilt u spreken tot ons leven met uw Heilige Geest. Heer, zo willen we deze dienst en alles wat er gebeurt aan u opdragen en uw zegen vragen. In Jezus' naam. Amen. Ja. Ik wilde eigenlijk de dienst openen met het lied Ik verlang naar Jezus. Maar je moet de liederen, die moeten altijd even gescreend worden om te kijken of dat gaat op de livestream en de videopreek. En nou ja, deze die kwam er niet doorheen.
Maar ik hoop dat jullie allemaal hier vanochtend gekomen zijn met dat verlangen naar Jezus. En eigenlijk is dat verlangen naar Jezus ook de reden waarom we hier met elkaar zijn allemaal. We verlangen naar een relatie met hem, naar een relatie met elkaar, in zijn koninkrijk, in zijn gemeente. Maar ja, ik hoop dat jullie echt allemaal ook dat verlangen in jullie hart hebben vanochtend. Ferenc, dan mag je de eerste slide laten zien. Ik wou jullie vanochtend wat hierover vertellen. En dat is een beetje klein, zeker voor de mensen achterin en de mensen thuis. Dus het zijn, is een potje bramenjam. Ik was van de week, ik vind het altijd leuk om bramenjam te maken. Dat doe ik elk jaar. En dan ga ik meestal één of een paar keer ga ik met de kinderen, bramen plukken. En deze week heb ik dat ook gedaan met de kinderen. En terwijl ik dus bramen aan het plukken was, we hebben een hele grote struik waar je aan alle kanten omheen kon lopen. En de jongens waren aan de andere kant bezig, dus ik stond eigenlijk best wel een hele poos daar in mijn eentje. En terwijl ik daarmee bezig was, was ik aan het bidden voor de voorbereiding van de dienst van vandaag. En ik vroeg ook aan God van, Heer, wat mag ik nou, waar mag ik de dienst mee openen? Wat mag ik vertellen? En toen moest ik denken aan een collega die ik had in Zuid-Afrika. En die kon altijd in de gewone dingen van het leven, daar liet hij altijd de levenslessen van God uitzien. En heel veel gewone gebeurtenissen, ja, daar kun je eigenlijk ook geestelijke lessen uithalen. Dus dan liepen we bijvoorbeeld, we hadden geen auto, dus we liepen veel. En dan stopte die ergens en dan zei hij, wat zie je nu? En dan zag je zo de prachtige skyline van Johannesburg. Dan in het donker met allemaal lichten en heuvels. En dat zag er echt hartstikke mooi uit. En dus dan zei hij, ja, ik zie een hele mooie skyline. En dan zei hij, ja, we zijn daar vandaag ook geweest. En wat zag je dan als je daar dichtbij staat? Nou, dichtbij was gewoon een heleboel pijn en gebrokenheid en straatkinderen en armoede. Maar van een afstandje zag alles er perfect uit. En dan hadden we het er ook met elkaar over van ja, wat je aan de buitenkant ziet, aan de buitenkant kan alles er mooi uitzien. Maar er kan een heleboel pijn en gebrokenheid achter zitten. En elke keer als je dan daarna liep, dan zag je, oh ja, die skyline van Johannesburg. Het ziet er heel mooi uit, maar dan herinner je je altijd waar je het over gehad had. Nou, terwijl ik dus zo die bramen aan het plukken was, moest ik daaraan denken en had ik zoiets dat God tegen mij zei van, nou, vertel maar wat over de bramen. Dus ik ben daar echt wel een uur of langer geweest, dus ik heb een heleboel naar die braamstruiken gekeken en ik heb ook aan God gevraagd van, nou, wat mag ik dan delen? Dus hier komen de dingen die ik van de braamstruiken mee wil geven. Nou, de eerste is echt heel simpel, dat is een inkoppertje. Even kijken hoor, je mag de volgende slide doen. Oh, wacht. Ja, ik kan hem zelf nou even niet zien. Ik zie nou niet wat ik zie. Dat is een beetje lastig. Wat zie ik? Ik denk de bramenstruik, ja. Ja. Hier zie je dus gewoon de bramenstruik. En dan mag je de tweede foto. Als het goed is dat een beetje ingezoomd, dan zie je echt gewoon de bramen. Dus je hebt de bramen. En die zijn hartstikke lekker, die zijn mooi. En als je dan weer de volgende hebt... Nee, dat klopt niet. Even kijken hoor, de bak met bramen. Bramenstruik. Oh ja, de bak met bramen, die gaan we dan plukken. Dat is het doel van onze missie. En dan weer de volgende. Dan zie je de dorens. Dus je hebt de bramen, die ga je plukken... Maar de eerste les is dan van, ja, de dingen die van waarde zijn, die komen vaak met moeite. Want als je bramen plukt, nou ja, je moet goed opletten voor al die dorens, want anders dan zit je helemaal onder. Dus dat was de eerste die ik eruit haalde, maar dat is natuurlijk echt een inkoppertje. De dingen die de moeite waard zijn, die kosten vaak ook moeite. Dan de tweede. Even kijken hoor, dan mag je het volgende plaatje laten zien. Even kijken hoor. Oh, dat is denk ik die van bramen kosten moeite. De ene is dorens. Ja. Ja, goed. Dan mag je de volgende laten zien. Ja. Ik heb ze ook meegenomen. Dat is mijn laarzen. Het leven is eigenlijk een beetje als een bramenstruik. Want in het leven zijn allemaal hele mooie dingen. Er zijn mooie mensen, dus mooie bramen. Maar in het leven... zijn er ook dingen die je kunnen verwonden.
Hè, dat kan gebeuren in relaties met mensen. En er zijn ook allerlei andere dingen. Nou, als ik die bramen ga plukken, dan hoef ik dat gelukkig niet zo te doen. Ik hoef dat niet onbeschermd te doen. Hè, dus aan mijn voeten trek ik laarzen. Ik heb ook een handschoen. Dat helpt ook, want ik kan met de ene tak of met de ene hand doe ik een handschoen aan. En dan pak ik die tak vast, zodat de dorens mij niet prikken. Ik kan dan overal aantrekken, zodat mijn armen en mijn benen beschermd zijn. Dus ik hoef niet onbeschermd de braamstruik in. En dan mag je het volgende plaatje laten zien. Ja, het is een beetje apart, want ik kan mijn eigen slides kan ik nou niet zien. Maar in het leven heeft God ons ook, wij hoeven niet onbeschermd het leven in. God heeft ons een wapenuitrusting gegeven, zoals ook daarover geschreven staat in Efeze 6. Hè, dus we hebben een schild. En een schild, de helm van de redding, de schild van het geloof. Je mag het allemaal nalezen in Efeze 6. Maar dus ook in het leven wil God ons handvatten geven. Hij wil ons toerusten, zodat we niet onbeschermd het leven in hoeven. Maar dan moeten we er wel voor kiezen om die wapenuitrusting ook aan te doen. Hè, dus het woord van God is ook een onderdeel van de wapenuitrusting. Dus laten we dat woord van God ook gebruiken, de beloftes die erin staan. Hè, dus dat was mijn tweede les uit de bramenstruik. De derde, dan mag je weer naar de volgende. Ja. Nou, normaal gesproken gaan wij altijd bramen plukken, dat doen we altijd ergens begin juli, voor de zomervakantie. Maar dit jaar hebben we een heel koud jaar gehad. En voordat we op vakantie gingen, waren de bramen nog helemaal niet rijp. Nou, toen zijn we een poosje weg geweest en daarna hadden we nog een paar drukke weken. Dus ik kwam er afgelopen week kwam ik er pas aan toe om bramen te gaan plukken. En we gingen bramen plukken en ik zag een heleboel mooie bramen. Maar er waren ook eigenlijk al best wel heel veel beschimmelde bramen. En toen moest ik denken aan de tekst waar ik vandaag mee wil openen. Die komt uit Matteüs. Matteüs 9, vers 35 tot 38. Dus ik lees hem even voor. Jezus trok rond langs alle steden en dorpen. Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Hè, met deze bramen, die hingen daar allemaal nog. Maar voor sommige bramen, ja, die konden niet meer. Dat was eigenlijk te laat om die nog te bereiken, want die waren al beschimmeld. Hè, zo in ons leven zijn wij de arbeiders die God wil sturen om hem te laten zien aan andere mensen. Maar dat moeten we wel doen, want anders dan is de kans voorbij. Net als bramen, ja, als je ze te lang laat hangen, dan zijn ze beschimmeld. Dan kun je ze niet meer gebruiken. En zo moeten wij ook wel de kans aangrijpen om elk op onze eigen manier, en dat kan heel klein zijn, maar om ook Gods liefde te laten zien naar de mensen om ons heen. Zolang we daar de mogelijkheid voor hebben, zolang het kan. Dus dat was de derde les uit de bramenstruik. Tot zover mijn bramenopening. even kijken hoor. Dan wil ik nu met elkaar twee liederen gaan zingen. De eerste, die hebben mijn jongens uitgekozen. Want die zijn er ook bij. Dus een lied voor de kinderen. En daarna nog een ander lied. De eerste is This is Amazing Grace. En de tweede is God van Licht. En daarna gaan we luisteren naar de woorden van Corjan Matzingers. Goed, dan mag ik het lied aan. Thank you.
twijfels, mijn verdriet. In mijn falen, want weet u niet. In uw liefde reist u mee. U bent gerust als het stormt op zee. Oh, oh. U bent gerust als het stormt op zee. Donker, ik vertrouw op u. God van licht,
15 gewone burgers. In de uitdaging van hun leven. Ja, volgen! Hoeveel denk je dat de eindstreep gaan halen? Ze gaan het niet alle 15 halen. Zo snel mogelijk, zei hij. Dat was de opdracht. Jongen, jongen, jongen. Graven, kom op! Een opleiding van de Special Forces. Niet gaan liggen! Ik denk niet dat ze hadden gedacht dat het zo heftig zou zijn. Wie is fysiek en mentaal sterk genoeg? Ik heb alles gegeven. Wie haalt het einde? Kamp van Koningsbrugge. Giel, Thomas en Stefan openen iedere week de jacht op een nieuwe uitdager. Wie blijft er uit handen van Team Stuk? Lekker, jongen! Jachtseizoen! Dit is het nachtseizoen. Gooi je jachtseizoen en Kamp van Koningsbrugge in een blender. Haal dat door elkaar heen en je bent ongeveer waar we vandaag zijn. Laat me het uitleggen. Wij keken de serie Kamp van Koningsbrugge thuis op de buis. En we keken regelmatig op YouTube naar Stuk TV natuurlijk met jachtseizoen. En eigenlijk bedacht ik me, dat is de situatie waar David in gezeten heeft. Een soort van jachtseizoen. David, hij is de man waarover het meeste geschreven is in de Bijbel. De persoon die het meest gevolgd is. En wat heeft hij allemaal niet meegemaakt? Ik bedoel maar, het ging eigenlijk best lekker. Hij had Goliath verslagen, ik weet niet of je dat verhaal kent. Je weet wel, met die slingen, weet je, op die reus afrennen. Bam, reus op de grond. En David was de held van het land. Hij werd worship leader aan het hof van koning Saul. Hij was de man. Hij had de feestjes in het paleis. Hij had een goede vriend, Jonathan, de zoon van Saul. Het leven ging eigenlijk best lekker. En toen veranderde het allemaal. Door de straten heen zongen mensen. Saul, koning Saul, heeft duizenden verslagen. Maar ja, David, die heeft er tienduizenden verslagen. En toen ging het mis. Toen ging het ongelooflijk mis. Probeer je even voor te stellen wat er toen gebeurde. Van de een op de andere dag kwam Jonathan met een soort briefje naar David toe. David, zoon van Jesse, functie elders. En vanaf het ene op het andere moment moest hij vluchten. Wat gebeurde er? Een kat-en-muisspel, een klopjacht. Zoals je misschien wel een jachtseizoen hebt gezien, maar in dit geval serieus. Rennen voor je leven de woestijn in, de wildernis. Rennen voor je leven, terwijl je de gevierde jongen was. David, een jaartje of 20 jaar oud. Het liep op rolletjes en in één keer alles anders. Hij moet de grotten van Adullam in de wildernis in het zuiden van Israël. Hij gaat naar de wildernis van Engedi, waar hij op de hielen wordt gezeten door koning Saul. Met 3000 elite troepen. 3000 man, bij wijze van spreken, die Kamp van Koningsbrugge zou hebben overleefd. 3000 man die de kneepjes weet van hoe je in de wildernis op iemand jaagt. En David moet er vandoor. Hij is alles kwijt. Zijn privileges, zijn familie, zijn vrienden. Jonathan is hij kwijt. En alles is van de een op de andere dag anders geworden. Misschien herken je er eigenlijk indirect iets van. Dat van de een op de andere dag de wereld anders geworden is. En David moet continu uitwijken. Continu moet die andere kant op bewegen. Om maar uit de handen van koning Saul te blijven. En ik zweer het je, dit verhaal zou op Netflix moeten. Een soort van soapserie. Een soort van ingewikkelde karakters. David, Saul, Jonathan, Abiathar, een priester. Het zou een serie echt kunnen zijn die je in één keer zou willen uitkijken. Ik ben gegrepen door deze verhalen. Want wat gebeurt er? David die moet vluchten. Hij komt in de woestijn terecht. 200 man, 400 man, 600 man verzamelt zich om David heen. Hij wordt een soort bende van outlaws die uit de handen van koning Saul moet blijven. Je leest de meest fantastische verhalen. Op een bepaald moment dan zit koning Saul met 3000 man achter David aan. En dan lees je dat zeg maar bij die grotten van Adullam
dat David zeg maar aan de ene kant moet ontvluchten. En dat koning Saul aan de andere kant komt. En dat ze op een berghellingje terechtkomen. En dat aan de ene kant van de berghelling zie je zeg maar David met zijn troepen weggaan. En aan de andere kant van de helling, echt een paar meter ertussen, zie je koning Saul met zijn troepen komen. Een klopjacht. Of op een ander moment, dat is een bizar verhaal. Dan zit David met zijn mannen verstopt in een grote grot bij Engedi. En koning Saul komt dan uiteindelijk eraan en die gaat aan de binnenkant van de grot. 1 Samuel 24, je moet dit thuis echt een keer lezen. Koning Saul, die gaat er aan het begin van de grot. Gaat hij heerlijk, heerlijk zitten poepen. Ja, dat soort verhalen staan gewoon in de Bijbel. Koning Saul gaat heerlijk zijn behoefte zitten doen. Hij neemt er de tijd voor. En probeer je voor te stellen dat die mannen van David, dat die achter in die grot zitten. En dat die David aanstoten en zeggen, kom op man, dit is je kans. Koud maken die gast. Maar David doet het niet. David zegt, nee, ik ga niet zitten aan een koning die de Godse regering heeft gekregen. En hij doet het niet. De man die speren naar het hoofd van David heeft gegooid, want dat heeft hij gedaan. Koning Saul heeft speren naar het hoofd van David gegooid. David gooit geen speren terug. David neemt het recht niet in eigen handen. En ik zat me echt af te vragen voor mezelf toen ik deze verhalen las. Wat doet een crisis met je? Wat doet een crisis met je? Ik weet niet of jij het nog weet, maar ik zat erover na te denken. Aan het begin van de coronatijd, hè, toen kregen we die prachtige persconferenties natuurlijk al. Het lijkt heel lang geleden. Maar wat doet een crisis met je? Maakt het het beste in je los? Of het slechtste? Ik weet nog dat we aan het applaudisseren waren in de deuropening voor de mensen van de zorg. Ik weet nog dat we allerlei buurtprojecten opzetten en dat we bezig waren met kunnen we je helpen. En tegelijkertijd was ik ook in de kruidvat. En tot echt serieus, ik snapte er niks van. Maar in één keer stonden twee mensen te trekken aan een stuk wc-papier. Waren we aan het vechten om wc-rollen en kregen we in de persconferentie te zien door de tolk. Weet je dat nog? Wat doet een crisis met je? Maakt het het beste in je los of het slechtste? En inmiddels zijn we heel veel verder in Nederland. En ik zie geen mensen meer in de deuropening staan. We zijn met z'n allen verward. Wat moeten we? Wanneer is het eindelijk klaar? Ik raakte vorig jaar mijn baan kwijt als ondernemer, een zzp'er. En in één week tijd zag ik al mijn werk vwaarts uit mijn agenda geschoven worden. Leeg. Geen spreekbeurten meer, geen trainingen meer. En ik bleek ook geen vitaal beroep te hebben. Mijn zoon werkte bij de Jumbo. Die was vakkenvuller. Vitaal beroep. Mijn vrouw werkte in het basisonderwijs. Vitaal beroep. Ik zat thuis en nu dan? Ik zag mijn saldo. Ik weet niet hoe het met jou gaat. Misschien had je het niet gedacht, maar verlang je terug naar volledig naar school gaan? Zou je gewoon willen studeren, de collegebank in willen? Het is allemaal anders geworden. Misschien werkt je vader of je moeder in de horeca. Is de baan onzeker? Hoe verder? En ergens kan cynisme je beetpakken, je bitterheid, je angst. Want ik zat me af te vragen in het verhaal van David en van Saul. Eeuwen, eeuwen terug. David moet vluchten voor Saul. Maar zou het niet zo zijn dat Saul eigenlijk ook op de vlucht is? Dat de jager de prooi geworden is. Koning Saul is gek geworden in zijn hoofd. Een gekke politieke leider. Een koning met achtervolgingswaanzin. Een koning die jaloers is. Een koning die koste wat kost de macht wil vasthouden. Koning Saul is misschien wel degene die op de vlucht is. Ingehaald door zijn jaloezie. Angst die in zijn nek hijgt. En wat doet David? Wat doet David? Ik denk jongens met terugwerkende kracht dat het 10 jaar, want het duurde 10 jaar dat David in de wildernis was. Op de vlucht voor koning Saul. Dat het misschien wel de 10 beste jaren zijn geweest van David. Qua zijn leven met God. Hij werd later de koning. Hè? Het is een soort van Game of Thrones, dit hele gebeuren. Wie krijgt de troon? Houdt Saul deze of krijgt David deze?
Het is echt een bizar verhaal. En uiteindelijk krijgt David de troon. Maar hij heeft 10 jaar rondgerend in de wildernis. En eerst was alles duidelijk. Je had koning Saul, dat was de koning, de regering. Stabiel. Ja, David, opkomende man. Je wist wie de vijand was, dat waren de Filistijnen. Die vielen elke keer binnen, een vijandelijk volk. Het was duidelijk wie er goed was, het was duidelijk wie er fout was. Maar in één keer werd alles veel meer blurry. Veel modderiger, veel ingewikkelder. En David is juist in deze periode volledig afhankelijk van God. Hij heeft vrienden om zich heen verzameld. Superbelangrijk. 400 man, 600 man en in die 600 man 37 man die hem echt steunden. De vrienden, de helden van David. 37 mannen en vrouwen met wie hij optrok en wie hij zijn leven deelde. Maar zelfs dat viel weg. Ik pak een Bijbeltekst erbij. In 1 Samuel 30, vers 6 vind je het volgende. Daarom zocht David steun bij de Heer zijn God. Denk je, waarom dan? Ja, op een bepaald moment wordt het nog gekker. Op een bepaald moment keren de vrienden van David zich tegen David. Dus zelfs de mensen waarvan hij dacht dat hij op kon vertrouwen, dat wat zeker was, viel weg. Er is iets misgegaan en de vrouwen en de kinderen van deze soldaten van hem zijn gevangen genomen. En het wordt David aangerekend. En David staat er moederziel alleen voor. David moet het in zijn uppie rooien. Niet dus. David doet iets wat belangrijk is om te onthouden voor vanmorgen. Daarom zocht hij steun bij de Heer zijn God. In mijn ouderwetse vertaling thuis van een Bijbel die ik heb, daar staat: en David sterkte zich in de Heer zijn God. Als alles wegvalt, als er niks meer duidelijk is, je vrienden het antwoord niet meer hebben, wat kun je dan nog? David grijpt terug op dat wat het meest belangrijk voor hem is. God. Weet je, ik ga straks een psalm voorlezen, een lied van David. Maar David was een geweldige muzikant. En ik durf te stellen dat zijn beste repertoire, zijn beste album, zijn beste muziek komt uit de Engedi, uit Adullam. De singer-songwriter David heeft zijn beste liedjes gemaakt toen hij alleen was, op de vlucht en alles wegviel. David sterkte zich in God door muziek. En ik weet niet hoe dat bij jou werkt, maar het zijn bij mij bepaalde liedjes die me echt bovenuit kunnen tillen. Dat ik bepaalde muziek aanzet en ik denk, wow, ik word me weer bewust van wie God is. Maar David ging verder, die luisterde niet alleen liedjes, hij maakte liedjes. David is in de natuur, in de stilte. Mensen die in Engedi zijn geweest, die zeggen, dat is vlakbij de Dode Zee in Israël, dat als je daar een half uur dat gebergte ingaat, dat het zo stil wordt. Dat je je eigen hart hoort kloppen. Wanneer ben jij in de afgelopen periode in de stilte geweest? Heb je God gezocht? Geprobeerd te luisteren naar zijn stem? Ga de natuur in. Luister muziek. Bouw op vrienden die God kennen, die wijs zijn. En gooi het eruit naar hem. Wat mij geholpen heeft in die periode, toen ik mijn werk kwijtraakte, was om te schelden, boos te zijn, mijn frustratie eruit te gooien. Naar buiten toe. Naar God toe. God kan het hebben. Zeker weten. Voor David was misschien wel de beste periode. Deze periode in de wildernis. Bij Kamp van Koningsbrugge vragen ze dan, ben je mentaal sterk genoeg? Ben je fysiek sterk genoeg? Geldt voor deze periode. Ben je mentaal sterk genoeg? Ben je fysiek sterk genoeg om uit de handen van Stuk TV te blijven? David moet uit de handen van Team Stuk blijven. Hij wordt achtervolgd door een krankzinnige koning. En niks is meer helder. En wat doet hij? Hij sterkt zich in de Heer zijn God. Hij put kracht bij God. Hij zoekt God. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, David voegt er een categorie bij. Niet alleen ben je fysiek sterk genoeg, dat is David geweest. Ben je mentaal sterk genoeg? Dat is David denk ik geweest. Maar David was ook geestelijk sterk genoeg. En ik denk dat de uitdaging in deze periode voor jou ligt, voor mij,
om je te sterken in God. Om deze periode niet alleen te zien als een periode van bedreiging, van angst, van cynisme, van verwarring. Maar als een periode om je te wortelen. Om je te grondvesten, om God vast te grijpen met alles wat je hebt. En David doet dat. Ik wil met je lezen uit Psalm 142. Als hij in die spelonk zit, als hij in die grot zit, terwijl Saul daar zit, dat weet je wel. De strijd om de wc-rollen. Dan schrijft David een gebed. En het is in de Bijbel gekomen. Het is op de album, de grootste hits van David, zou je kunnen zeggen, is het vastgelegd. Ik ga hem lezen met je. Psalm 142. Een lied van David. Een gebed. Toen hij in de spelonk was. Luid roep ik tot de Heer. Luid smeek ik de Heer om hulp. Bij hem stort ik mijn hart uit. Bij hem klaag ik in mijn nood. Ik ben ten einde raad. U kent de weg die ik moet volgen. U weet dat op mijn pad een strik verborgen ligt. Ik kijk opzij en ik zie niemand die om mij geeft. Nergens een toevlucht voor mij. Niemand die hecht aan mijn leven. En dan komt er een hele diepe uitspraak van David. Hij grijpt zich vast aan de beloftes van God. Ik roep tot u, Heer. U bent mijn schuilplaats. Al wat ik heb in het land van de levenden. Hoor mijn noodkreet. Ik ben uitgeput en moe. Verlos mij van mijn vervolgers. Zij zijn sterker dan ik. 3000 elite troepen van kamp van Koningsbrug achter je aan. Hè? Leid mij uit de beklemming. Dat ik uw naam mag loven. In de kring van de rechtvaardigen. U hebt naar mij omgezien. Dat is wat David weet. Hij weet dat hij uiteindelijk niet alleen is. Hij weet dat er iemand is die achter de geschiedenis zit. Wist David al dat er een happy end kwam? Nee. Hij schrijft dit in zijn tweede jaar in de wildernis. En hij heeft het 10 jaar rondgehangen. Van zijn 20ste tot zijn 30ste jaar. In de kracht van zijn leven was David op de vlucht. Moest hij streek uithalen, moest hij bewegen, moest hij anticiperen op de onduidelijkheid. En David doet het. Omdat hij weet dat God bij hem is. En jij mag dat ook weten. We gaan naar een toekomst toe. Die uiteindelijk fantastisch zal zijn. En misschien is er nu een soort van Game of Thrones aan de gang. Lijkt het alsof er anderen op de troon zitten. Lijkt het alsof de toekomst onzeker is. Maar vanuit het woord van God mogen we weten dat er iemand is die de toekomst in zijn handen heeft. De God van David. En de God die er ook zo naar verlangt dat een Saul zijn wapens neerlegt en zich overgeeft. Midden in alle verwarring. Laat je niet gek maken door alle tegenstrijdige berichten. Laat je niet gek maken door briefjes, functie elders. Laat je niet gek maken door leugens die worden uitgesproken. Maar hou je vast aan het woord van God. Hou je vast aan de God van David. Put kracht uit dit soort verhalen. Omring je met mensen die met je meegaan, ook al voelt het als een wildernis. En weet dat hij bij je is. Zullen we een moment met elkaar bidden? Goede God, Vader in de hemel, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor deze dienst. Dank u wel voor de mogelijkheden die we hebben om ons op u te richten. En dat kan nu niet door met z'n allen bij elkaar te zijn, maar we verlangen naar de dag dat dat weer is. Maar dank u wel voor schermen. Dank u wel voor muziek. Dank u wel voor techniek. Heer, we willen ons vasthouden aan het leven van David, omdat het een uitnodiging is om u te volgen midden in de wildernis. Heer, dank u wel dat we niet alleen mentaal of fysiek sterk kunnen zijn, maar zelfs als dat wegvalt, dat we onze kracht mogen putten uit u. Geestelijk sterk. Wilt u onze geest sterken? Wilt u onze knikkende knieën recht maken? En geven dat we u ontmoeten midden in de wildernis, midden in de chaos, midden in de onduidelijkheid, omdat we weten dat u de grote koning bent, die deze toekomst in uw handen heeft en dat u ons ziet. Onze levens, als we zitten in de grotten van Adullam, als we zijn in de wildernis van Engedi. Heer, we storten ons hart voor u uit. En we danken u dat u ons vasthoudt, dat u onze schuilplaats bent. In voor- en in tegenspoed.
in de hoogtes en in de dieptes. En dank u wel dat u uw liefde over ons wilt uitspreken, elke keer weer opnieuw. Heer, we loven en we prijzen uw grote naam. Amen. Hoe krijg ik deze nou weer omhoog? Oh zo. Ja, het is gelukt denk ik. Ja, dat zijn mooie woorden over het leven van koning David. En wat is dan ook bijzonder dat God ons zijn woord gegeven heeft. Vol met geschiedenissen van ja, eigenlijk onze voorouders, alle gelovigen voor ons. En hun leven met God. Alles wat goed ging, maar ook alles wat niet goed ging. En eigenlijk, ja, de hele Bijbel is gewoon één lange boodschap voor ons. En het gaat over ons. God wil tot ons spreken door zijn woord heen. Dus ik wil je ook aanmoedigen, ja, lees zijn woord. Want hij kan alleen maar door zijn woord tot je spreken, als je zijn woord leest. En er staan zoveel bijzondere en ja, mooie dingen in. Zoveel meer dan alleen maar de verhalen die bekend zijn. David en Goliath, maar ook het leven van David. Ja, er zit zoveel rijkdom in de Bijbel. En we gaan straks de dienst ook afsluiten met een lied wat gebaseerd is op Psalm 63. Dat is een lied wat David geschreven heeft toen hij in de woestijn van Juda zat. Dus niet hier in de spelonken van Engedi. Maar ook echt een heel mooi lied van koning David, ook met echt zijn verlangen naar God. Dus daar gaan we straks mee afsluiten. Maar ik heb eerst nog een aantal mededelingen. Even kijken. Ten eerste is volgende week zondag is de startdienst van het nieuwe seizoen. En die gaat ook niet hier in de blokstallen zijn, maar die zijn bij in Bouwse Plantage, bij Helma Goossens thuis. Dat staat straks ook nog allemaal in de gemeentemail, stond ook al in de gemeentemail. En na de dienst hebben de kinderen ook hun eigen opening van het seizoen. Een hele feestelijk moment. Op 12 september is er 's middags een lunch voor Ronnie Heijboer. Heeft ook in de gemeentemail gestaan. Heb je dat gemist? Lees het nog even na. Dan kun je je ook opgeven voor deze lunch. Op 15 september start de Alpha-cursus weer. Dit jaar online. Wil je bidden voor de Alpha-cursus? Meld je dan na de dienst even bij mij graag. En nog een laatste mededeling over het boekje Herkerken. Inmiddels zullen de meeste mensen hem al wel meegenomen hebben. Heb je hem nog niet en wil je hem toch graag hebben? Stuur dan even een mailtje naar info@schuilplaats.com of kom na de dienst even naar Bonnie of naar mij. Dan kun je die alsnog meenemen. En dan wil ik gaan afsluiten met de zegen. De zegen is een gebed gedragen door een belofte en een belofte gedragen door een gebed. Dus ik vind dat altijd heel mooi om daar bij stil te staan als we de zegen ontvangen. God doet ons een belofte en dat brengen we in gebed. En het is een gebed, maar het is een gebed gedragen door een belofte. De belofte van God. Dus als we misschien kunnen gaan staan en onze handen gaan kunnen openen, dan zal ik de zegen uitspreken en dan gaan we daarna nog een slotlied zingen. Lieve gemeente, mogen de Heere u zegenen en beschermen. Mogen de Heere het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen. En dan sluiten we af met het slotlied. En dan wens ik jullie allemaal daarna nog een hele fijne zondag. We gaan nog koffie drinken met elkaar zo meteen. Anders staat het al klaar. Dus haal zo meteen een bekertje koffie of thee. En neem ook even de tijd om lekker met elkaar bij te praten. Stefan is er hier vandaag in ons midden. Dus neem ook even de tijd om Stefan te ontmoeten. En even een praatje met hem te maken. En ik wens jullie een hele gezellige, fijne tijd met elkaar. En een fijne zondag. God, u bent mijn
zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u. In een land door en dorstig, zonder water. God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u. In een land door en dorstig, zonder water. Zo sterk verlangend heb ik u eerder in uw heiligdom gezocht. Daar zag ik toen uw grote sterkte, uw grote kracht en heerlijkheid. O God, u bent mij. Zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u. In een land door en dorstig, zonder water. Uw trouw en goedheid zijn immers beter, beter dan het leven zelf. Mijn lippen zullen u daarom prijzen, ik zegen u mijn leven lang. Uw trouw en goedheid zijn immers beter, beter dan het leven zelf. Mijn lippen zullen u daarom prijzen, ik zegen u mijn leven lang. Oh, want God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u. O God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u. Bij u, ja bij u, Heer, vind ik leven.